Goedemorgen, het is zondag. Wat is het? 10 uur. Redelijk geslapen, nou, redelijk geslapen. Op en aan vannacht, maar ik werd om 9:30 wakker. Dus ga aankleden. Gewoon kloffie aan. Trainingsbroek, simpel, truitje. Ga niet al te moeilijk doen vandaag. Een paar boodschapjes doen en dan weet ik het nog niet. Nou, daar zijn we weer. Goedemorgen. Het is zondag. En we gaan nu naar de hoofdstad in de Albert Heijn. En we zijn natuurlijk aan het aan bedenken en zo wat we allemaal gaan nemen bij kerst. Voor het kerstdiner bij ons thuis gewoon wel met z'n viertjes en zo. Want wij gaan kerstmis gewoon met z'n viertjes vieren, toch man? Ja, dit jaar wel. Dit jaar wel, want vorig jaar gingen we ook met ons tante en neefje en dan nog een vriendin van mijn moeder. Gingen we het vieren. En nou wil ik het gewoon even met z'n viertjes vieren en zo. En maandag komt er al een vriendinnetje vieren van mij. En die blijft tot dinsdag. Gezellig, toch man? Ja. Dus ja, zo. Ja, kerstmarkt dadelijk. Ja, 12:05. Is een huisje in wat korte boodschappen doen, ben nooit snel geweest. Hallo? Even een dropje eten. Krijg ik een plakbek van. Wat dan? Wat moet je? En dan krijg je een bieden. Wat zeg je wel, snoepie? Bij je bek plakken. Een plakbek. Gafferijen. Ras neemt even over. Ja, oké. Oké, dan zijn we weer. En dan gaan we natuurlijk nu naar huis. Gaan we uitpakken. En dan ga ik lekker knutselen met niemand. Ik ga gewoon alleen knutselen. Ik ga het in ieder geval wel filmen. Afslag van mama. Ik denk dat het wel mag. Hoe vinden jullie mijn wimper eigenlijk? Ja, ik ben echt onbepuist, ja. Ik heb zo veel te doen. Mijn wimper is eigenlijk best wel leuk. En als je nog vragen voor Neil en mij hebt, dan kan je gewoon achterlaten. Dan kan je gewoon tegen mama zeggen. En reageren waar je op. Ja? Is dat dadelijk? En ons huisje in de stijgers. En we gaan even lunchen. Lekkere springrolls. En we gaan weer wassen. Roken ze dingen vol. Opruimen. Oeh. Mijnen zijn buiten. Dus ik ga even met mijn hubby op pad. Even naar die kerstdinges in de winkelcentrum. Even kijken. Blijf zo. Dus dat gaan we even doen. En we gaan eten koken. Macaroni, gewoon naar het pakje. Ik heb geen zin vandaag. We moeten even deur schoon maken. Maar ze zijn buiten. Er staat een film aan. Zo hier. Nou, ruim morgen op. Eten. Even een glaasje Frans. Even mijn vitrine lezen.
Dag en voor je valt elke keer weg. Ik heb een logje online gezet. Ja. Je moet er bezig. Zo, en we zijn weer bij de tijd. Ik weet alleen hoe laat het is. Volgens mij iets van 6:30 of zo. Ik heb even lekker gedoucht. Mijn haar nog feunen. Dat ga ik zo even doen. Ik heb een lekker dagje gehad. Ging vandaag al wat beter gelukkig. Alleen lopen gaat het niet zo. Maar lekker even met mijn mannetje de hoort op geweest. En dat was lekker. Chill. Dus. Dat haal ik even een beetje opruimen beneden. En dan lekker naar mijn bedje. Een rondje moet morgen gewoon werken. Maar ik en de meiden kunnen lekker even plekken blijven liggen. Heerlijk. Dus we zien wel wat we morgen gaan doen. Ik heb niet veel in de planning eigenlijk. Nee. Gisteren mijn nagels gedaan. Er werd op de vorige vlog gereageerd van ik zag je nagels even gauw. Ja. Dat was donkerpaars met rood en glitters. En ik gilde ervan. Dus ik heb het gauw afgehaald. En dit is wat rustiger. En ja, meer mijn ding. Wat zit er nou aan mijn nagel? Dus, maar goed. Ik ga afsluiten. Fijne avond. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Overmorgen. Doei.